Hallo, dan is welkom bij een nieuwe aflevering van Dead Island Epidemic. Dit keer spelen we geen scavenger, maar spelen we een scout mission. Omdat Gerrit en dinges, hoe heet je? Dank je! Gerrit en Chris hebben een nieuw karakter gekocht, dus die moeten we levelen. Ja, tot je ult in ieder geval. Ja, dat is level 6 of zo. Of, nou, eigenlijk level 4, ja, maar je wil wel level 6 zijn, want dan kan je sterkere wapens dragen. En, we zitten weer met een Rus. Ewa, Rusje! Ewa! Hé, ik heb wel een mooie jurk, just saying. Check even hoe ik schrijf Russian. Russian. Dat was een grapje, man. Snap je hem? Grappig, Stefan. Ga dood. Oh. Goed, je hebt in elk geval even wat aardig over deze game mode. Dit is juist, nu moet je de zombies juist niet gaan negeren. Oh, wat? Guys, ik kon een spook maken, lol. Instant win. Goed. Ja. Nou, dit is de makkelijke variant, want je hebt scout mission en horde mission. Horde mission is echt kapot moeilijk vergeleken met scout. Maar hey, weet je, we gaan nu gewoon levelen, dus we gaan gewoon een beetje zo spelen. Lekker spelen. Reclame. Lekker fappen. Als je een kanaal maakt wat lekker fappen heet, vind ik het wel cool. Wat jij doet... Wat, ik weet niet wat je net deed, Chris, maar het hielde mij. Ik maakte een spook! Cool, die spook die hield volgens mij, of niet? Het is een ghost. Hey, yo, checkpoint! Help! Dan moet je wachten. Ik wil niet vooruit lopen, sukkel. Jawel, ik heb een spook. Hij is cool. Ik maak de mensen. Ik ben blij met zijn spooky. Ik wil vlaggen. Hoppa. Oh. Hoe werkt dit? Ah man, ik ben gemapt. Waarom? What the fuck deed ik? Waarom check je niet wat een skill doet voordat je hem doet? Weet ik veel. YOLO. Dat doe ik ook niet. First and confuse nearby enemies, causing them to mindlessly walk around. And confused enemy will regain its sense. Ja, kijk eens opletten, je wat zo van man. Dus als jullie kut gaan doen en dronken gaan zijn, dan kan ik het op jullie gebruiken. En ik kan ervoor zorgen dat de enemy dronken wordt als ik het doe. Hoe ben jij dronken? Ja, dronken. Dronken. Goeie uitleg, man. Hoe legt Chris zijn skills uit? Ja, jullie zijn dronken, dus als jullie dat doen, kan ik dat doen en dan dronken. Ik vond hem leuk. Ik vind het een zeer bijzondere uitleg. Klopt. Wel grappig dat er nu premium... Het is een Pokémon. Kom maar heen. Oké. We spelen nu met 3 premium karakters en er is 1 Russische noob. Die hebben waarschijnlijk geen geld. Die hebben geen geld, die hebben alleen maar oorlog. Ja, racistisch. Wat is niet racistisch? Racistisch is als je zegt negers. Wat? Zijn nou negers? Wat? Oh Gerrit, je bent echt racistisch. Gerrit, smerige racist die je bent. Ja. Jongens, ga nu allemaal naar het kanaal van, weet je, Crazy Loon. Crazy Lonely. Ja, Lonely, yes. En dan dislike al video's, er rijdt er maar 1. Echt niet. Echt, heb je een video? Ja. Je hebt het wel geliked, Stefan. Echt, heb ik hem geliked? Ja, je wilde hem reclame geven. Oh, Stefan. Hier kom jij. Oh, Spook, you come! You come, Spook! You come, wolf. Wel. Zie ons allemaal echt constant op dezelfde plek staan. Zo de mist op jullie. Echt, is dit dan een extreem lastige boss of niet? Nee, dit is de makkelijke. Ja, verdomme Stefan. Dan kunnen we de volgende aflevering met een potje moeilijker doen. Ja. Wow! Go, Spook! Go. Mijn harpoon subskill is trouwens nu dat wanneer ik hem gebruik, niemand mij kan mappen. Hey, maar zombie, kill them, bitches. Ik snap het gebruik hadden. En dan gaan we weer muurtjes rammen. Nu maakt het trouwens niet uit hoe snel we er doorheen komen. Hoppa. Echt wel, we moeten wel voor die gouden ster gaan. Ah. Jongen, dat redden we makkelijk. Als je langer dan 7 minuten hierover doet, dan zijn we gewoon noobs en dan hoop ik dat we sterven. Wie trok hem weg? Ik neem een Q op hem. Nou, ga dat ding dan pakken! Stefan. Ebbes. Stefan! Van Stefan Games. Nee, Stefan Games.
Vonk het 17. Waarom staan we echt letterlijk steeds op dezelfde plek met z'n allen? Ik ga steeds naar een andere plek, jullie volgen mij steeds. Maal niet, oké, okay, misschien. Misschien wil ik je wel volgen. Volg me op Twitter. Doe ik wel. Hey, waarom niet de Gaming Ditchman? Waarom ben jij niet crazy lonely? Omdat ik niet lonely ben, Gerrit wel. Je bent wel lonely, haha, grappig. Holy shit, I'm riding him! Spoke, bitch! Volgens mij hield die spook, ik was best wel full health, maar dat geeft niet. Hey Chris, ik heb een beter skill, ik kan zombies bereiden. Ik heb mijn ultje. Is a ghost? What the fuck? Zag je dat? Ik zag het, weet je al tussen wat hij doet? Nee. Jij wordt echt een goede Wanda-speler, ik voel het. Ja. Hoezo, zo begin ik ook met normale champs. Dan ga ik zo van, oh dit is best wel leuk, oh dit is best wel leuk. En dan interesseer ik me, dan speel ik hem vaker. En dan, oh ik kan dit doen en dan word ik fucking pro. Ik heb die rust gered van een walker. Hier, kijk dat. Ik ga hem bereiden. Sorry, je zal nooit zo cool worden als mijn armored Bryce. Ja, mee eens. Zijn we klaar? Kut, wat zijn we nog niet klaar? Ik ga hem bereiden. 22 wow. Moet, of niet? Oh, ik heb pro place. Oh. Ik heb hier even een elite in mijn eentje gedood, als je het niet erg vindt. Nee. Doe maar stoer hoor, Stefan. Oh, hoppa. Nog 13 jongens. Hey, blauwe schild, YOLO swag. Laten we die even hebben. Oh, dat werkt ook op zombies. Ik dacht dat het echt serieus alleen maar op mensen werkte. Wat? Mijn E. Daarmee kan ik ook zombies helemaal dronken maken, YOLO. Maar, je bent dronken. Ik ben niet dronken. Dat ga naar huis, je bent dronken. Chris, bedoel je dat paarsachtige? Ja, dit. Oh, ja, kijk, ik kan dit doen. Ik kan ze helemaal paars maken. Ik kan jullie allemaal faggot maken. Oh, cool. Kijk nou hoe mooi ik ben, jongens. Dat is oké. It's a buzzword. Wacht, zei je dat als we dit niet binnen 7 minuten zouden halen dat we noobs waren? Nee, 8. Oh. Oké, ik zei 7, maar jullie zijn noobs, weet je. Ik bedoel, ik kan letterlijk alles in mijn eentje, maar ook jullie nodig. Dit is niet eens. Op 2 seconden! 1! Ja! Goed. That timing. The timing. Oké, okay, dit was gay. Die heeft deze zombies gekillt. Oh, ikke! Nou, cool man. Wie heeft de minste zombies gekillt? Ik denk Gerrit. Chris. Ik denk Chris. Maar jij bent support, dus dan mag het. Ja. Oh, ik heb een level 2 blueprint. Oh, snap. Ik ben Wanta, ik heb goed, mensen, bedankt voor kijken. Volgende keer, doei!